ik dit erin laten zetten. Fem. Leuk, leuk, leuk. Dus die ga ik zo meteen inschrijven. Oh, wil je zo even een lopen? Dan niet. Ik ben even langs de winkel geweest voor beschuit met muisjes. Want... Goedemorgen, het is vandaag maandag, weer een nieuwe dag. Ik heb de hele ochtend lekker gewerkt en heb me nu net aangekleed en opgemaakt, haar gedaan. En nu ben ik een lunch aan het voorbereiden, want zometeen komt een vriendin van mij hier lunchen. Voorheen sportte ik altijd met haar, maar sinds een tijd krijg ik personal training natuurlijk in de sportschool. Dus zien we elkaar ook een stuk minder. Dus nu komt ze lekker hier doorheen. Gaan we lekker even lunchen. Ziet er super gezellig uit. Ik ga weer zo'n lekker brood maken met olijfolie, tomaat, basilicum en alles. Ik heb dus koffie gedronken vanochtend en ik ben helemaal hysterisch. Het lijkt alsof ik ADHD heb. Ik ben zo aan het trillen, zo druk. Wat ellende. Super gezellig. Hier zit jam in. Aardbeisjam. Het lijkt nu heel donker. En croissantje voor de break. Gezellig bloemetjes, kaarsjes en een watertje. Dus helemaal gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in. Lekker weer even bijkletsen. Het was mega gezellig. Echt heel erg leuk. Zo tof. Zij doet de politieopleiding. Dus ik raak dan altijd helemaal enthousiast als zij vertelt over school. Echt heel leuk. Zo stoer. In ieder geval, ik ben nu onderweg naar de stad. Want dat is mijn moeder. Want ik ga even kleding halen. Want morgen heb ik hele leuke opnames. Maar daar neem ik jullie morgen in mee. In ieder geval moet ik daar even een leuk outfitje voor. En dat haal ik natuurlijk bij Kim. Kan ik? Ja, ik kan. Bij Kim Fashion Store. En ja, I like it. Weer even een mega gezellig leuk outfitje. En dat is altijd, godsamme. Dat is altijd, altijd heel erg leuk. Uw nam voorrang, meneer. Kun je wel je hand opsteken? Dus lekker shoppen. Oeh, het waait hard. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben ready voor het sporten. Mijn eerste personal training deze ochtend. Ik bedoel, de eerste personal training op de dinsdagochtend. En super chill, Justin moest... Oh. Justin moest er net zo laat uit als ik. Iets eerder. Dus ik was lekker met hem ermee uitgegaan. En ik kon een beetje rustig opstarten. Dus dat was heel chill. Want dan hoef je niet zo te haasten. En als je zo vroeg ergens moet zijn, is het toch vaak haasten. Vanmiddag heb ik leuke opnames. Daar neem ik jullie ook mee naartoe. Tenminste, vanmiddag moet kwart over 10 die kant op. Daar word ik lekker gemake-upt. Dus... als ik thuis kom van het sporten, doe ik even lekker wenkbrauwtjes verven en dan naar Amsterdam toe. Eerst even lekker knallen. Ik heb hoofdpijn. Ik had gisteravond echt een kutavond. Daarom heb ik niet meer gefilmd. Ik voelde me echt heel rot. Ik was heel verdrietig en boos op mezelf en no reason. Maar ja, daar zijn we vrouwen voor toch. Zie jullie zo meteen in de sportschool. Weer terug in de auto. Ja, ging super goed. Ik had alleen zeg maar al hoofdpijn voordat we begonnen. Maar het lijkt wel nu een stuk minder te zijn. Want hij is ook masseur, fysio-masseur zeg maar. Dus hij heeft even goed die spieren aangepakt. Ik kan maximaal.
Dus, that's very nice. 9:30 en heb ik 3 kwartier om even klaar te maken. En dan richting Amsterdam te rijden, maar ik hoef echt alleen te douchen. En ik moet mijn wenkbrauwen verven. And that's it. Dus dat is echt helemaal topje eigenlijk. Lekker chill, lekker rustig, alles staat ook al klaar. Ik ben aangekomen op de locatie van Kids Top 20. Hoe leuk ziet dit eruit? En dit is alleen maar de chillplek. Zometeen ga ik lekker de visagie in en dan gaan we naar de studio. Jullie weten toch wel, bij de Kids Top 20 komt er altijd onder het optreden allemaal leuke weetjes over mij. Die vul ik altijd in. Op naar de locatie. Oh, het is ook echt een doolhof hier. Ja. Huppakee. Oh, hier heel veel geld. Ik heb een paparazzi voor jou daar. Oeh. Oh, stop, stop. Nou, we hebben net mijn optreden opgenomen en nu gaan we een challenge doen met Mannes. Die is er gezellig ook. Dus we gaan weer door het hele doolhof op zoek naar Mannes. En hier hebben we net het interview opgenomen. Super leuk. Tussen de beren. En optreden tussen de wolken, toevallig. Super grappig wat er zo'n setting is. En nu dan een challenge en dan zijn we al klaar. Ik ga me lekker omkleden en dan richting huis rijden. Ik ga meteen even de douche in, even make-up afhalen en zo. En dan ga ik me lekker aankleden in mijn outfit en dan ga ik achter de laptop aan het werk. Super leuk was Kids Top 20. Voor de duidelijkheid, 19 februari. Op tv. Ik ga me even lekker douchen. Mijn haar laat ik lekker zo. Misschien doe ik het er even vast. Ik had dit gekocht. Pakketje. In nog een pakketje. Het is van The Inspired Stories. Ik heb het dus gekocht. Geen spon, niet gekregen. Echt gekocht. En ik heb dus een notitieboek. Hij is grijs. Hij lijkt nu groen, maar hij is nou heel grijs. En heb ik dit erin laten zetten. Fem. Leuk, leuk, leuk. Dus hier ga ik zo meteen inschrijven. Ik vind het echt fantastisch. Inspired stories dus. Zo, lekker gedoucht. Haartjes in de knot. En ik ben even een bepauwtje aan het opwarmen. Als lunch. Dus, dat is heerlijk. En ik ga lekker hier achter de computer. Het is 4:30. Nog even achter de computer aan de slag. Voor Femberlief van vanavond. Lekker middagje. En ik had eigenlijk verwacht dat ik geen tijd meer had om achter de computer te werken. Dus het valt wel mee. Goedemorgen, het is vandaag. Hi, Boomer! Het is vandaag woensdag. En ik doe even mijn sokken aan. Dan ga ik even met Boemertje een rondje lopen. Ja! Oh, wil jij zo graag een rondje lopen? Moet jij zo nodig plassen? Oh. En dan ga ik lekker aan het werk achter de laptopjes. En om 12:00 voor de nagels. Eigenlijk had het nog wel een weekje uitgesteld kunnen worden. Maar ze had geen plek meer volgende week. Dus nou ja, dan maar nu. Is het wel lekker fresh voor de wintersport. Zo, ik mag wel even een doekje over mijn all-startjes. Kijk maar.
wordt helemaal vies. En ik wil altijd dat het wit gewoon heel wit is. Gaan wij lekker wandelen? Gaan wij wandelen? Ga jij volgende week logeren? Als we op vakantie zijn? En ga je dan naar Max? Max is een vriendje van Boemer. Maar als je dan dus zijn naam zegt. Dus Boemertje. Max? Waar is Max? Gaat ze hele kopjes geven. Ik ga naar de stad voor mijn nagels en voor de kleding terugbrengen. Ik heb echt super lekker al gewerkt. Oh, mijn band is lek. Er zit denk ik een heel klein gaatje in mijn band. Maar daardoor moet ik hem echt elke week oppompen. En daar ben ik dan weer echt veel te laks voor. Maar het is echt slecht, want dan slijt je band natuurlijk als de neet. Hè? Maar ik heb echt super veel al gedaan. Dat is heel chill. En nu dan even dit fixen. En als ik terugkom, meteen weer verder aan de bak. Ik ben weer terug in de auto. Ik heb even een broodje gehad. Leuk hè? Wat zo'n honger. Ik zei tegen die mevrouw bij de bakker, bij de slager. Ik hoef geen zakje eromheen, want ik eet hem straks op. Zei ze, ik doe er wel een zakje omheen, want volgens mij kan je niet binnen eten met een mondkapje. Maar ik was heus wel van plan om naar buiten te lopen hoor. Dan niet. Zo, ik ga even mijn zooi opruimen wat ik al had gekocht in de stad. Gezichtsspul en zo. En even mijn tas pakken, want ik ga vanavond slapen bij Jus. Dus zo meteen ga ik naar Esmee op kraamvisite bij de puppy. Oh. En daarna ga ik direct door naar Justin en daar eet ik en daar slaap ik. Dus ik ga meteen even al mijn spulletjes pakken. Ik heb al mijn spullen gepakt, laptopje mee. Nu ga ik nog heel even achter de computer werken totdat Esmee appt dat ik kan komen. En dan ga ik onderweg. Ik ben onderweg naar Esmee. Tenminste, ik ga onderweg naar Esmee en ik ben even langs de winkel geweest voor beschuit met muisjes. Want de puppy is een jongetje. En nou ja, het is toch best wel een soort van ook een baby toch? Nou, het is een baby. Dus ja, ik dacht, ik grijp mijn kans. We gaan dit vieren met beschuit met muisjes. Dus ik ga nu die kant lekker op. Hij kwam helemaal bij me liggen en helemaal knuffelen en vlak daarna piste hij op de grond. Dus nu al goed opgevoed dat hij in ieder geval niet op mijn schoot plast. Maar zo lief, echt. Oh, popje. Nu ben ik onderweg naar Justin en daar eet ik lekker en blijf ik slapen. Dus ik zie jullie